Hey, gemeente Kerkrade. Kijken jullie even mee naar deze toffe vlog? Hallo gemeente Kerkrade, het is hier met Frank Graamakers, beleidsmedewerker, onder andere jeugd. Hallo gemeente Kerkrade, mijn naam is Lem en ik ben ambulant jongerenwerker bij Impuls. Hoi, mijn naam is Emmy Raafstein, gemeente Kerkrade, afdeling openbare orde en veiligheid. Hoi, ik ben Laura, ik ben stagiair bij Impuls Kerkrade. Hoi, ik ben Nicole Dorsey, de weekmanager in Kerkrade West. Hoi, mijn naam is Wendy, ambulant jeugd- en jongerenwerker bij Impuls Kerkrade. Hoe chic zou het zijn als die Cube nu een keertje in Kerkrade zou gaan landen? Een verplaatsbare mobiele hangplek die je kunt neerzetten waar je wil. En er is één plek in Kerkrade waar jongeren die Cube echt verdienen. En dat is in Kerkrade West, in de Schoolstraat. Maar, Amy, waarom nog meer? Om te laten zien dat wij de jeugd waarderen en dat wij graag helpen zoeken naar een fijne en geschikte plek voor hen om samen te komen. De Cube is daar de ideale oplossing voor. Hey, en Nicole, wat vind jij nou van de Cube? Cube is niet alleen multifunctioneel, dat onderstrepen we natuurlijk altijd graag. Maar waar het hier om draait is dat de jeugd een plek wil. Een eigen, zichtbare plek. Waar ze samen met de mensen in de wijk, in de buurt, hun eigen plekje creëren om contacten te leggen, om elkaar te treffen, om met elkaar te verbinden, om ervaringen uit te wisselen, om misschien grenzen te verleggen. En wat vind ik er nou zelf van? Ik vind natuurlijk ook dat die Cube gewoon naar Kerkrade moet komen, want er zijn genoeg jongeren die baat zouden hebben bij deze openbare chillplek. En daarbij kunnen we de jongeren bijvoorbeeld verantwoordelijk stellen om de plek te kunnen onderhouden. En lukt dat nou niet, wat moeten we dan doen, Frank? Wat is er dan mis mee om dat ding zelf, want dat gaat met die Cube, zelf weg te pakken? Want daar kunnen we gewoon een kraan van onze eigen waren voor gebruiken om dit ding weg te halen. Hey Laura, kun jij misschien nog meer vertellen waarom? Waarom? Zij zullen hier heel veel baat bij hebben. Zij zullen meer sociale contacten kunnen opbouwen en ze kunnen buiten ventileren wanneer het binnen niet mogelijk is. Vooral in de avonduren merken we dat dit gewoon een zeer populaire plek is. En aangezien de lente en de zomer er al aankomen, zal het alleen maar populairder worden. Hoe mooi zou het zijn om de jongeren tegemoet te komen door de Cube te plaatsen op deze plek? Nou goed, genoeg van ons. Wat vindt de jeugd er zelf van? Dave, aan jou het woord. Hallo, mijn naam is Dave en ik wil dat de Cube naar Kerkrade komt. Waarom wij gewoon de Cube naar Kerkrade willen, is omdat er eigenlijk niet heel veel voor de jeugd is. En wat ik jullie wil laten zien, dit is een mooi grasveld. Hier kan die Cube komen, hier kan die gewoon veilig komen, naast een parkeerplaats. Ik zag het doen. De Cube kan een fantastische ontmoetingsplek worden voor jongeren, met natuurlijk de bijpassende verantwoordelijkheden. En zeg nou zelf, een vrolijke jeugd is een fijne toekomst voor Kerkrade. En voor ons, tuurlijk is dat een fikse uitdaging. Maar het vertrouwen dat de jeugd in ons stelt, moeten wij niet beschamen. Wij geven ze de kans. Wij gaan samen die uitdaging aan. Een fikse uitdaging. Maar daar sta ik achter. Ik vertrouw hun. Want immers, de jeugd heeft de toekomst. En wie kan er nu nee tegen zeggen? U doet toch ook mee? Dankjewel. Dus kom op, zet hem op, koop dat ding. Geen gezeur, kopen.